we're at an event in Scheveningen here in Holland. You're with a lot of partners of Juniper. What's the message you have for the partners at this event? I think it's twofold. I think it's to reaffirm our commitment, you know, to the Dutch marketplace, and likewise, it's about really giving the partners an updated session with regard to where we're taking the organization, specifically where we want to double down and drive our strategy, and to make sure that they're aligned with this, that transparency is always adhered to, and that they fully understand the rhythm of what we're doing inside of Juniper. Belangrijke boodschap die we vandaag eigenlijk brengen is de introductie van een nieuw go-to-market model die we doen. En eigenlijk wat je daarin ziet is dat we eigenlijk veel meer focus aan willen brengen op de marktsegment daar waar het relevant is om te doen. Dus we hebben daar een aantal dingen voor in de organisatie gewijzigd. En die willen we ook vandaag naar voren brengen. En om daar kort in te gaan is, kijk je als Juniper als bedrijf zijn. We zijn in 1996 het eerste product gekomen, 1998 echt de markt op gegaan. Met een service provider product, een routing systeem waarmee eigenlijk de service provider markt mee opgingen. Wat we in essentie nu eigenlijk doen is de focus eigenlijk herverdelen over wat we noemen drie verticals. Dat zijn de key klanten binnen service providers. Denk erbij aan de grote service provider klanten zoals een Vodafone, een British Telecom, wie we in Europa hebben. En daarnaast ook een tweede verticals, dat zijn de major service providers. Dat zijn ongeveer zo'n 100 service provider klanten is het. En een derde, en ook een hele belangrijke, is wat we noemen de strategic verticals zijn dat. Dat zijn over heel Europa zijn dat zo'n 600 klanten, waar wij echt heel de focus op willen hebben. En dat is belangrijk om die focus te kunnen doen, want het wordt complexer, het wordt ingewikkelder en we willen de klanten gewoon ook op een juiste manier daarin kunnen gaan bedienen. Wij zijn nu 7 jaar al actief met Juniper sinds ons bestaan. En Juniper is zeer sterk op het gebied van switching. Security, daar zijn ze bezig met een inhaalslag. Met de nieuwe software kunnen zij ook echt mee met de nieuwe next generatie firewalls, zoals ze dat dan mooi noemen. Helaas hebben ze onlangs aangekondigd dat ze gaan stoppen met de wireless producten. Tenminste, de nieuwe ontwikkelingen daarvan, de bestaande producten blijven. Maar daar vinden we wel een gemis. Ze gaan daarvoor samenwerken met Aruba. En Aruba is een van de marktleiders op het gebied van wireless. Zij doen ook eigenlijk alleen maar wireless oplossingen. En daarvoor ligt voor ons een grote kans. Omdat we al vanaf het begin af aan, toen Juniper 7 jaar geleden nog geen wireless had, hadden wij al de positie Juniper Switching, Aruba Wireless. En dat hebben we eigenlijk altijd vastgehouden bij een aantal dealers. En daarmee zien we dat we grote deals kunnen pakken ten opzichte van een Cisco en ten opzichte van een HP. De trends die wij zien bij klanten is dat eigenlijk aansluitend op het verhaal wat we horen bij Juniper, dat storage, virtualisatie en networking tezamen komt in het datacenter. Je ziet dat Juniper daarop vooruit loopt met betrekking tot hun oplossing. En de doorvertaling binnen SecureLink is dat wij ook een best practice datacenters hebben opgericht, waarin die verschillende gebieden tezamenkomen, ook op basis van de behoeften van de vraag van de klant. En we eigenlijk met blauwdrukken komen voor die klant samen met Juniper om die oplossingen aan te bieden. Dus eigenlijk exact wat hier wordt verteld is hetgeen wat wij ook hebben doorvertaald binnen ons portfolio en wat wij eigenlijk zien nu op dit moment wat heel erg hot is in de markt. Nou, Juniper Networks is een grote partner van ons. Is in het begin van de officieel 7 jaar geleden al eigenlijk ingestapt in de strijd tegen mensenhandel. En in eerste instantie ook met financiële bijdrage, maar vooral ook hun expertise in te zetten. Dus om het even heel concreet te maken, we hebben een project in Thailand, een kinderopvangcentrum voor slachtoffers mensenhandel, kinderen die gered zijn uit bordelen, stateless kinderen, kinderen die het risico lopen om verhandeld te worden. En daar heeft Juniper voor bijvoorbeeld een heel computercentrum in gericht, zodat deze kinderen ook de mogelijkheid hebben om te leren om te gaan met een computer. Dus naast hun financiële bijdrage delen ze ook heel veel in hun expertise. En dat niet alleen van top-down, maar vooral ook doorwerkend in het bedrijf met personeelsleden. Hoe kunnen resellers en andere mensen uit de IT-business jullie helpen? Nou, door heel praktisch allerlei dingen met ons te ontwikkelen. Er is natuurlijk heel veel mensenhandel, wordt sowieso al gedaan via internet.
Even op, bij huis te houden waar ik werkzaam ben, is in de wereld van vooral vrouwen, meisjes, die uitgebuit worden in de seksindustrie. Veel van deze meisjes worden te koop aangeboden via internet. Er wordt heel veel geronseld. Dus ik denk met de expertise die Juniper ook heeft, of andere bedrijven, zou je daarin ook dingen kunnen gaan ontwikkelen waarin je ook kan voorkomen dat kinderen aangeboden worden. We'll be right back.